De namen op van de ondertekenaars van onze petitie, Kolen uit Wind aan. Dat zijn nu al 44.000 ondertekenaars. We bieden de petitie nog niet aan aan jullie, want het is een tussenstand. Want we denken dat we nog veel meer mensen kunnen binnenhalen om die petitie te ondertekenen. Want wie wil dan niet dat alle kolencentrales uitgaan en dat er meer windmolens bij komen? Wat we aan jullie willen vragen is om zo meteen te pleiten voor een hele snelle kolen-exit. En wel voor 2020. En dat moet snel gebeuren, want als we dat nog politiek willen besluiten, moeten we inderdaad voor de zomer waarschijnlijk al een knoop doorhakken. Dus er zit druk op de ketel. Het is wel nodig, want als wij het vonnis van de rechter in de klimaatzaak willen halen, wat het kabinet of kabinetsdoel heeft omarmd, dan moeten eigenlijk alle kolencentrales dicht. Dat weten we met z'n allen. En bij sommige partijen is het moet nog even tot zich laten doordringen dat dat zo is. Ook bij het ministerie van Economische Zaken weten ze het eigenlijk al wel, maar het is nog een beetje in de ontkenningsfase. En onze taak om dat duidelijk te maken, dat eigenlijk mijn optie is om snel zoveel CO2 te reduceren. Dat is alle kolencentrales sluiten. Het is ook nog een keer de goedkoopste optie. Er is geen optie met zulke lage kosten als kolencentrales sluiten. Het planbureau gaf aan dat maar 30 euro per ton CO2 kost, dat is echt heel weinig. En nauwelijks lijkt als stijging van de stroomprijzen. Wat we hier zien is ook een historische vergissing. De eigenaren van kolencentrales hebben in 2005 besloten nieuwe kolencentrales te bouwen. En in 2015 open te doen, het jaar notabene waarin de 195 wereldleiders met elkaar overeenkwamen om het 1,5 graden doel weer in zicht te houden. Dus de wereld is ambitieuzer dan ooit. En tegelijkertijd zie je dat er in Nederland 3 nieuwe kolencentrales opengaan. Het is gewoon een hele domme investeringsbeslissing van deze bedrijven geweest, dat mogen duidelijk zijn. We hebben ze dat toen ook al verteld. In de tijd waren we er heel duidelijk over en was de klimaatcrisis ook al heel urgent. Dus dat hebben ze aan zichzelf te wijten. Wat je vaker trouwens ook ziet hoor. Het grappige is dat bij heel veel technologische innovaties in het verleden zie je dat de gevestigde orde gewoon doorgaat op de oude voet en nog even doorgaat met heel veel investeren in oude technologie. Wat altijd lijkt tot desinvesteren. Het leuke is dat de energierevolutie die zich nu voorttrekt, dat het eigenlijk geen uitzonderingen kent daarop. En nog steeds zie je dus de gevestigde orde blijft doorgaan met kolencentrales en die komen zo meteen dus stil te staan. En dat past precies in een historische perspectief. Ja, ze proberen nog deze centrales te verkopen als schoon. Maar ja, schone kolencentrales bestaan natuurlijk niet. Ook een nieuwe kolencentrale heeft een CO2-uitstoot die ongeveer 2 keer zo hoog is als een gascentrale. En ook het plan om CO2 dan onder de grond op te slaan, dat leidt nergens toe. Het plan van E.ON is dat ze 2 jaar lang een kwart van hun CO2 willen opslaan. Maar het gaat tegen kosten van 500 miljard euro, waarvan 80% belasting geldt. Dus dat is dan met afstand ook weer de duurste optie om CO2 te reduceren. En ook biomassa is geen oplossing, waarmee hele bossen verdwijnen in de kolencentrale. Dus ook om het vonnis van de klimaatzaak te halen en die 25% CO2-reductie, moeten die centrales gewoon dicht. Dat zal ook de conclusie zijn van het IBO-rapport. Het rapport van de planbureaus dat momenteel door minister Kamp onder de pet wordt gehouden. Het is al af. Er staat in dat kolencentrales sluiten de goedkoopste optie is om aan het vonnis van de klimaatzaak te voldoen. En Kamp houdt het af. Dus aan jullie de taak natuurlijk om dat rapport zo snel mogelijk op tafel te krijgen.